Hallo, ik ben Emiel Kwanjel. Ik ben lector bij Avans Hogeschool op het onderwerp innovatie, bouwproces en techniek. En tevens werkzaam in het expertisecentrum Technische Innovatie, waarbij ik met 4 andere lectoren werk aan de thema's van de toekomst die te maken hebben met Resilient City. Waarom eigenlijk dit filmpje? Ik ben nu 8 jaar werkzaam bij Avans. Mijn lectoraatsperiode zit erop. Gelukkig is er ook een opvolger. En ik heb de behoefte als professional te reflecteren en terug te kijken op die 8 jaar met jullie. Dat wilde ik niet alleen doen in een hele formele manier, dat wilde ik eigenlijk doen gericht op 3 doelgroepen. Studenten, medewerkers van Avans in het onderwijs en onderzoek en daarbuiten. En het werkveld. Daar heb ik partners bij gezocht, waarmee ik gewerkt heb de afgelopen tijd, die op die onderwerpen eigenlijk meer toelichting kunnen geven en ook kunnen reflecteren. Niet alleen terugkijkend, maar vooral ook kijkend naar de toekomst om samen te leren van wat we gedaan hebben. Dat zijn eigenlijk 2 hoofdonderwerpen die jullie zo meteen in die films zullen zien. Eén meer gericht op de praktijkprojecten, de praktijkonderzoeksprojecten, en de andere gericht op wat we noemen het ontwikkelplan, het vormgeven van de interne organisatie om dat allemaal mogelijk te maken. Ik zou zeggen, veel kijk- en luisterplezier. Een lectoraat is een onderzoeksgroep. En in die onderzoeksgroep doen we onderzoek samen met bedrijven, midden- en kleinbedrijf, studenten, maar ook docenten. Een belangrijk deel van de investering die we hebben gedaan in de curriculumvernieuwing was niet nieuwe vakjes bouwen, maar was medewerkers meenemen, medewerkers coachen, medewerkers met elkaar laten samenwerken. Daar gaan wel eens dingen in mis. Nou, daar kan je van leren. Daar moeten medewerkers zeg maar ook in geholpen worden en begeleid worden. Nou, wat eigenlijk uniek was aan deze manier van vernieuwen is dat we niet eenmalig het curriculum vernieuwd hebben, maar dat we het als programma hebben aangevlogen waarbij we een samenwerking introduceren tussen studenten, docenten en het werkveld, mensen uit het werkveld, echt bedrijven. En daar zit een loop in, waardoor je eigenlijk continu werkt aan de vernieuwing van het curriculum. Dus als je dit goed verwerkt, tot in alle details, dan zou je hopelijk geen volledige nieuwe curriculum meer hoeven te ontwikkelen. Dan ben je eigenlijk klaar. Een belangrijk aspect van het nieuwe curriculum was het klaarmaken van eigenlijk de docenten voor die nieuwe rol die eigenlijk bedacht werd voor de docenten. En dat was best een heftig traject, want we hebben in een klein comité, eigenlijk hebben we daar een aantal, er waren rollen bedacht, 4 of 6 rollen. En die rollen, onder andere de organiserende docent, de relatiedocent, die veel meer met een werkveld in contact zou zijn, de organiserende docent en natuurlijk de onderwijzende rol. Die rollen allemaal, nou, dat was ook een teamrol in het profiel opgenomen. Die rollen hebben we aan de hand van de TMA, de talentmotivatieanalyse, bepaald en een profiel van opgesteld. En daarin is iedereen, elke docent, heeft daar die nulmeting gedaan. En die was enerzijds bedoeld om jezelf te leren kennen, waar liggen mijn talenten. De andere kant was ook, waarin lig je match met al die rollen. We hebben geprobeerd de samenwerking die wij hebben met werkveldpartners van meer inhoud te voorzien. Dus niet alleen maar onze studenten die stage lopen bij bedrijven en instellingen, maar ook andere vormen van samenwerking verkennen. Voor de student en voor de docent is het eigenlijk gezamenlijk een leertraject. Je werkt als docent ook aan je eigen competenties. Dat is heel sterk. En je ontwikkelt samen mee met die student, daar leer je zelf van. En je krijgt steeds daardoor innovatief onderwijs als het ware. We hebben gezocht naar werkvormen, hoe we studenten, docenten en mensen uit het werkveld op een andere manier kunnen laten samenwerken. Een samenwerking die hen alle 3 wat oplevert. Dus minder het werkveld vertelt hoe wij het zouden moeten doen hier binnen de hogeschool, maar samen verkennen wat het beste werkt. Voor docenten maakt het aantrekkelijk dat zij niet alles zelf hoeven te bedenken. Dat zij het gevoel hebben gezamenlijk aan zo'n hoge standaard te werken. Dat ze het gevoel hebben dat ze zich ontwikkelen. Dat ze het gevoel hebben dat ze elkaar stimuleren, dat ze elkaar kunnen ondersteunen, dat ze ook steun kunnen ondervinden. En dat zij geïnspireerd worden door dit soort interactieve samenwerkingsvormen, waarbij ze dus niet in een eentje, in een op één situatie steeds aan het werk zijn met studenten, maar de collegialiteit kunnen ervaren en de gezamenlijke
inspiratie feitelijk om aan deze hoge doelen te werken. Erover praten, iedereen meenemen, niet alleen maar met die 20, die 25 enthousiastelingen elke keer aan het werk zijn, maar voortdurend met elkaar, aan elkaar laten zien waar zitten we, wat hebben we bereikt, wat gaan we doen. Dat verdient heel veel aandacht. Anders heb je dus inderdaad op een gegeven moment 30 man die helemaal snappen waar het over gaat. En de andere 80 denken van nou, bent over, here it comes again. Het zal wel overwaaien, het zal zo'n vaart niet lopen. Wat ik eigenlijk gezien heb ook in de tijd dat ik bij Avans gewerkt heb, of voor Avans gewerkt heb, heb ik hele betrokken mensen gezien. Hele betrokken mensen in het werkveld, maar ook als docenten, die heel hard gaan voor wat zij denken dat goed is. Wat lastig is in onze organisatie, wat ik altijd tegenaan heb gelopen daar, is eigenlijk de visie die de directie en de ontwikkelteams ook gehad heeft, dat die heel duidelijk begrepen werd door iedereen die daar werkzaam was. En daar de tijd voor nemen om met elkaar van gedachten te wisselen, tijd is een schaars goed. Voordat je weet was je weer in een nieuwe 10-weken cyclus en je moest heel vroeg organiseren om op een laat moment mensen echt bij stil te staan. En wat studenten zo goed aan het leren zijn, is namelijk reflecteren op hun eigen rol, was voor docenten heel erg moeilijk om te doen en stil te staan bij hoe doen we het eigenlijk met elkaar. Ik denk dat er een grote autonomie is van je eigen werk doen, moet je ook deels houden, maar er is ook een gezamenlijke opgave om de docenten anders te doen. En ik denk dat daar veel meer in de toekomst aandacht voor moet komen, hoe gaan we dingen gezamenlijk doen in plaats van iemand die het bedenkt en de rest voert het maar uit. Ik denk dat dat ik Avans heel graag mee zou geven, de Academie voor Bouw en Infra, omdat ze daar in de toekomst nog heel veel profijt van zullen hebben als ze daar anders mee omgaan. Het enige waar het eigenlijk over gaat, is dat wij studenten afleveren waar het werkveld van zegt van yes, die willen we hebben en die zijn goed voorbereid voor een startpositie in de branche. En omdat die branche eigenlijk in alle vakgebieden, of je nou in automotive kijkt of bij bouw of bij civiel, dat maakt niet uit, zo snel verandert en zo enorm in ontwikkeling is, vraagt het ook hele andere zaken om in je curriculum te stoppen. Het ontwikkelplan van de academie. Daarin heeft het lectoraat een belangrijke toegevoegde waarde. Onder andere bijvoorbeeld bij het afstuderen, wat uiteindelijk toch een meesterproef is voor de student, om te laten zien dat hij de toekomstige professionals is die het werkveld nodig heeft. En de meerwaarde zit hem vooral in dat wij mee hebben gekeken hoe wij het onderwijs ook beter kunnen inrichten. En daarmee de koppeling zeg maar, ook met belangrijke vraagstukken uit het werkveld kunnen organiseren. En daarmee eigenlijk ook niet richten alleen op een eindstuk, maar dat je vooral kan doorontwikkelen op de thema's die spelen. Met andere woorden, de student levert niet alleen voor zichzelf een prima eindstuk op, maar ook het onderwijs krijgt belangrijke informatie waar we op kunnen doorontwikkelen bij de volgende afstuderen voor studenten. Dus het biedt ons de mogelijkheid dat we juist ook kennis kunnen vermeerderen. Niet alleen via de onderzoeksprojecten, maar ook via de route bij het afstuderen. Wij hebben bij de academie denk ik een veel diepere slag gemaakt. We hebben echt flexibele onderwijs gemaakt. Ik heb toenertijd, kan ik me herinneren, het college ook beloofd dat er nooit meer een grootscheepse curriculumvernieuwing nodig was nadat we deze operatie tot een goed einde hadden gebracht. Omdat we het curriculum per definitie zo flexibel hadden gemaakt en zo dicht bij het werkveld. Dat we zeiden, nou, we kunnen eigenlijk op elk moment zo schakelen dat we het updaten en modern aan de volgende generatie studenten kunnen aanbieden. Zonder dat we weer met allerlei blokjes gaan schuiven. Wat ik meeneem naar de toekomst is de werkwijze vooral. Dus de toppadster als het ware, die werkmethodiek. En het integreren van die drie partijen gezamenlijk aan het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Wat ik meeneem naar de toekomst is de hoge ambitie. De ambitie om mensen te betrekken, de ambitie om mensen onderling te verbinden. En om in gezamenlijkheid aan een hoge standaard te werken waarbij ook in onderwijs het woord duurzaamheid werkelijk vorm krijgt. En voor mij betekent duurzaamheid dat je leert en ontwikkelt op een manier waarbij je in de bouw zou je zeggen energie neutraal werkt, oftewel dat je de energie die je geeft in andere vorm weer terugkrijgt. Ik denk dat wij als opleiding nog wel eens onderschatten wat wij te bieden hebben aan het werkveld. We denken dat we of expert al moeten zijn
of dat wij helemaal te weinig kennis in huis hebben. Terwijl ik geloof dat wij juist de verbindende rol kunnen brengen. En het enige wat wij hoeven te doen is mensen bij elkaar te brengen. Studenten, professionals en docenten. En ik heb gemerkt, als je die in een ruimte zet rondom één thema, dan levert dat altijd iets op. 8 jaar geleden begon ik met een klein team aan het opzetten van het lectoraat Innovatie, Bouwproces en Techniek. Dit deed ik aan de hand van de maatschappelijke thema's, energietransitie en materiaaltransitie, omgevormd naar kennisthema's, well-being, energie, materialen, BIM en Lean. Daarvoor ontwikkelde ik met dat team het ontwikkelplan ABNI. In de documentaire komen een heel aantal mensen aan bod die de verschillende mogelijkheden en invalshoeken laten zien in de toepassing van datgene wat we in het ontwikkelplan gedaan hebben. De toepassing in studentenprojecten, in praktijkgericht onderzoek en in promotieonderzoek. De documentaire laat ook zien de rol van het lectoraat hierin in het opzetten van de thema's en het ontwikkelen hierop op langere termijn. Het scheppen van ruimte om te ontwikkelen en ontwikkelruimte voor de verschillende stakeholders. Mocht u interesse hebben om samen verder te bouwen, neem u dan contact op met mij of met het expertisecentrum Technische Innovatie van Avans Hogeschool.